Het ministerie van Volksgezondheid zal niet afgeronde projecten uit 2023 verder voortzetten in 2024. Minister Omar Ramadien, die heel content was met het verloop van vele projecten in 2023, geeft met trots aan dat het ministerie al haar projecten wil afronden. In 2023 zijn veel infrastructurele projecten afgerond en zijn er nog enkele die afgemaakt zullen worden in 2024. Dat zegt de volksgezondheidsminister. We hebben gehad diverse projecten voor de komende periode die nu goedgekeurd zijn. En alle uitvoering bij JTV. Wie de laatste investering is geweest in 2018. Vanaf toen is er geen investeringen meer gedaan bij JTV. Terwijl die dringend aan vernieuwing toe is. Stoelen, instrumentarium. We hebben bij MMC ook wat projecten die gaan lopen binnenkort. Nieuwe sterilisator, nieuwe monitoren. Bij het Slans Hospitaal hebben we goedgekeurd een project voor ook anesthesieapparatuur, maar ook diverse monitoren. Het AZP gaan we de urologieafdeling goed aanpakken. Daar is er ook al goed kunnen geven, de cardioafdeling. Maar ook alle andere afdelingen binnen het ziekenhuis krijgen op verzoek van de directie van AZP ook wat apparaten. Maar zo zijn er dus nog meer dingen gedaan. We zijn bezig met het HARTS-initiatief. Dus dit is meer infrastructureel. HARTS-initiatief hebben we, dat is het preventieprogramma voor hoge bloeddruk en suikerziekte. Dat loopt goed. De Boeinsman zegt verder dat het ministerie een goede start heeft gemaakt met het digitaliseren van de gezondheidszorg van het land. Via het IS for Each programma, een project dat loopt ook redelijk. We hebben een aantal dingen gehad, verdragsmiddelen bijvoorbeeld. Daar is een deel gekomen naar de zorg toe. Daar gaat een deel voor de opzet van de zorgautoriteit. Maar een deel, belangrijk deel, gaat ook naar cruciaal apparatuur binnen ziekenhuizen. Denk aan een niersteenvergruizer, rehabilitatie van een microbiologisch laboratorium van het AZP, PA-laboratorium van het AZP, bij het Slans Hospitaal de verloskundige afdeling, radiologisch apparatuur voor bijna €1 miljoen. Aan radiologische apparatuur voor het land. We hebben de donatie gehad van medicatie van India. Daar zijn we al gestart met de distributie naar diverse instellingen, onder andere de medische zending RGD en MMC. De middelen, laat me daar duidelijk over zijn, het gaat over eerste lijns medicijnen. We nagaan, de klapper van ons bestaat uit ruim 400 middelen. En we hebben ongeveer 22 middelen gedoneerd gekregen. Dus u snapt dat het een fractie is. Minister Ramadien wil teruggaan naar het systeem waarbij de samenleving eerst wordt geholpen op de polykliniek alvorens ze naar een ziekenhuis stappen.